En ik zou het ook leuk vinden als Kelly en Kiriko er weer bij komen. Want eigenlijk is het nu vooral aan de zaal. En daarbij wil ik eigenlijk beginnen. Als Nienke klaar is met haar stok erbij pakt, ben ik wel nieuwsgierig. De twee personen die we net hebben gesproken. Laten we hier beginnen. Hoe vond je het om jezelf net te zien? Oh, ja, ik heb... Je had het al gezien? Ja, ik was in de eerste aflevering, dus ik was al voorbereid. En toch vond ik het lastig om te zien in het begin. Mm-hmm. Maar ik vind dat het heel mooi in elkaar is gezet. En Willem heeft heel mooi gefilmd allemaal. En ik denk dat de boodschap ook al binnen is gekomen, dus ik ben er heel blij mee. En ik ben ook wel nieuwsgierig naar de man die naast je zit, want ik denk dat je aanstaande is of inmiddels al getrouwd. Zijn jullie inmiddels al getrouwd? Nog niet. Door corona hadden we nog niet kunnen trouwen. Dus. En hoe vond jij het? Ja, ik vond het heel mooi om te zien. Ik kende ons verhaal natuurlijk wel. Ja. Maar nu ook heel leuk om te zien hoe hun verhaal is, hoe zij dat eigenlijk meemaken. Voor ons, kijk, ik zie wel hoe mensen haar behandelen, ook omdat zij Chinees is of Aziatisch. Wat zie je dan? Ja, je ziet toch een bepaalde vooroordelen af en toe, zeg maar. Maar goed, ja, ik heb daar nog nooit echt zo over nagedacht, over anderen, hoe dat in hun datingleven veel ja, te maken heeft. Dat het niet iets individueels is. Ja, ik denk het. Maar het is natuurlijk ook moeilijk om daarvan te distancieren. Ik bedoel, het is, als je net, denk ik, met iemand voor het eerst op date gaat, dan is het uiterlijk is het eerste wat je ziet natuurlijk. Mm-hmm. Dus heb je ook bij jezelf dat gemerkt, de eerste date? Ja, misschien wel. Maar ik kende haar al. Het was een beetje de MSN-tijd dat we elkaar... Dus ja, we waren al heel lang in gesprek voordat we elkaar echt gingen daten, zeg maar. Dus ik was al over dat eerste punt heen, zeg maar. Ja. Nou, dankjewel. Ik vond het echt een prachtig verhaal dat jullie zo goed hadden doorgezet voor de liefde. Nu ben ik ook nieuwsgierig naar de man daar vooraan. U had het over yellow fever en dat u hier komt om eigenlijk te leren ook waar dat misschien vandaan komt. Heeft u iets geleerd? Ik ben een beetje boos eigenlijk. Oh, vertel. Want het feit dat je dus aantrekkingskracht hebt op het etnische Aziatische ras. Ja. Dat wordt dus nou als yellow fever in een doosje gestopt. En dat wordt gezien als zijnde niet helemaal kosher, niet helemaal kish. U herkent zich daar niet in? Totaal nee, niet. Ik wil zeggen dat er ook duizenden etnische Aziaten zijn die alleen maar geïnteresseerd zijn voor dating in Westerlingen. Ja. En gelukkig zijn dus die twee groepen, bestaan allebei. Dus ik vind wel een partner aan de andere kant. En die partner aan de andere kant is ook heel blij dat ze een partner vinden in de westerse wereld. Maar ik spreek liever dan in termen van de rice and potato culture. En wat bedoelt u daarmee? Dat is de aantrekkingskracht tussen de rice culture, dat zijn Oost-Aziaten, en de potato culture, dat zijn de Westerlingen. En er is niets mis mee. En dus dat een paar van die opmerkingen, maar dat was dan voornamelijk in de richting van vrouwen, dat gewoon niet kiesch zou zijn als je dus een aantrekkingskracht hebt op, in dit geval, Aziatische vrouwen. Het is een kwestie van chemistry. Ik heb natuurlijk Westerse vrienden, heel veel Westerse vrienden, ja. Gay en niet gay. En maar als u zeg maar, want daarvoor hadden we het bijvoorbeeld over stereotypes die we ergens vandaan komen, die ook doorschemeren in het datingleven. Is dat ook iets waar die analyse volgt u die? Ja. Want uiteindelijk, los van of het goed is of kwaad, zeg maar, we hebben volgens mij ook vooral ook een analyse gemaakt. Nou ja, misschien heb ik op een gegeven moment niet meer goed gekeken, omdat ik gewoon boos was over het feit dat ik in dat hokje werd geplaatst. Dat ik dus alleen maar geïnteresseerd zou zijn in Aziaten, mm-hmm. omdat ze een bepaalde buitenkant hebben of wat dan ook. Terwijl ik, is natuurlijk ook vanwege mijn leeftijd, ik heb heel veel relaties gehad met Aziatische vrienden. Ja.
En dat gaat veel dieper dan alleen maar die buitenkant. Oké, ja, duidelijk. Voordat we natuurlijk zo meteen aan de bar kunnen we verder praten. Maar Piet zit hier, hebben we nog 10 minuutjes. Dus laten we snel... Wil je nog... nog 10 minuten? Als in, hoe laat moet ik weg? Sorry. Oh nee, ik heb gebeld met OP1. Ik heb met OP1 gebeld. En we mogen hem wat langer hebben. vragen? Ik zou wel kort op u willen reageren eigenlijk, want ik denk dat het de moeite waard is om de laatste aflevering nog een keer terug te kijken, omdat Piet daar zelf ook in zegt dat hij bijvoorbeeld eigenlijk alleen maar op witte mannen valt. En de vraag die natuurlijk daaruit voortkomt is, het is een nurture ding, denk ik. Dus je wordt niet geboren met die voorkeur, die groeit door allerlei sociaal-maatschappelijke of door culturele factoren, door mediarepresentatie, maar natuurlijk die... tussen de eerste en de tweede aflevering ook kort over ging. Dus ik snap ergens wel dat u misschien in een woede nu kort blijft hangen of een boosheid voelt van ik ben niet zoals die mensen die deze dingen hebben gezegd tegen deze vrouwen en er zit voor mij meer achter. Dat geloof ik ook eigenlijk wel meteen. Alleen dat neemt niet weg dat die dingen gezegd worden en dat wel een heel kwalijke vorm daarvan natuurlijk is. En ik denk, maar het is goed, ik vul het niet voor jullie in, maar ik denk niet dat deze aflevering er zijn om te veroordelen, maar om aan te geven hoe dit soms kan gaan en hoe iemand op basis van die yellow fever dan, zeg maar, vervolgens een hele set aan verwachtingen, zeg maar, aan die persoon al koppelt, puur op basis van wat ze zien. Dankjewel voor de toelichting. Nog eventjes voordat we zo meteen mogen we aan de bar gaan weer verder praten. Maar zoals ik al zei, we hebben Piet nog 10 minuten. Dus nu nog even een vraag aan Piet, lijkt me een goed idee. Dan praten we straks weer verder. Vragen? Er zijn geen vragen. Oh, toch? Ja, daarnaast nog een vraag. Ja, zeg maar. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom er gekozen is voor deze driedelige serie. In deze driedelige vorm waarop jullie gemaakt hebben. Heeft dat altijd al vastgestaan, hoe de framing is geweest en hoe deze driedelige vorm is gekozen? Was het al 3D toen jij erbij kwam, Willem, of niet? Want ik zit te denken. In het begin volgens mij is er gesproken van 1 documentaire, vervolgens hebben we dat opgebroken. Dat had ook te maken met dat we zijn gaan denken in thema's. Dus thema verwachting, thema schaamte en thema verlichting. Dus dat, in die thema's zijn we volgens die afleveringen wat meer gaan uitdenken. Ja, we hebben dus ook opgebouwd van dat het begint met de verwachting van je ouders, dus dicht bij jezelf. En dan de verwachting van de buitenwereld in aflevering 2. En 3 is eigenlijk zeg maar de klapper. Dat is dus wat dan eigenlijk mijn eigen verwachtingen zijn van wat liefde is. En dat een beetje zo. Ja. Nog een vraag zag ik aan daar. Ja? Ik ben dus ook een homoseksuele Chinese man. En ik heb dan ook wel, ik vond die laatste ook wel best wel confronterend om te zien met de coming out. En wat ik me dan afvraag is dan ook, ik heb dan een soort van een respect voor mijn grootouders dat ik wacht. hoe moet ik het zeggen? Ik wacht tot ze dood zijn voordat ik aan. Ja. Ik wil ze een soort van respect geven dat. dat ze dan met de droom kunnen leven dat ik straight ben, dat ze daarmee dood kunnen gaan. En dat ik dan daarna pas aan de rest van mijn familie vertel van dat ik dan gay ben. Want ik weet niet, ik vind dat de naamsheid voor je ouders en hun familie, dat die schaamte, dat daarvoor ook wel een soort van respect tonen. Maar... Ja, ik denk dat het voor iedereen natuurlijk gewoon een eigen proces is. Dus voor mij was het gewoon onhoudbaar. Ik werd zo ongelukkig van... niet mezelf kunnen zijn, elke keer als ik die snackbar instapte. Dat voor mij kwam het op een gegeven moment ook gewoon uit. Ik heb dus ook via WhatsApp verteld, wat ik net zei in de aflevering. Omdat ik een keertje wel voor mezelf wil kiezen in plaats van de familienaam, waar ik al op dat moment 30 jaar aan vast was geketend. Dus, mag ik dan nog een vraag stellen aan jou? Want dankjewel trouwens voor zo'n mooie vraag. Heb jij... dan wel aan je ouders verteld of wacht je daar dan ook mee? Nee, daar ben ik wel echt heel anders in, want ik ben... Anders gaat het nu via de livestream. Nee, ik bedoel meer van... Oh, dat maakt niet zo uit. Ik heb gewoon besloten toen ik 16 was van... het maakt niks uit wat zij ervan vinden. Maar kijk, dat erachter, dat daar respecteer ik het voor. Maar ik dacht van, dit ben ik. Je voorkomt mij kast. En wat zij ervan accepteren, dat maakt me niet zo uit.
Maar voor mij is het wel weer van de rest erachter, daar respecteer ik dan wel naar. Want die zie ik niet van de rest van de familie woont in China. Ja, dank je. Nog een vraag hier. Oh, daarnaast eerst dan. Oh, het is niet per se een vraag. Opmerking mag ook. Maar ik wil wel laten weten dat ik eigenlijk heel erg dankbaar ben dat dit zeg maar uitgezonden is. Want dit is eigenlijk de eerste keer dat ik zoiets zie voor de Chinese-Nederlandse maatschappij. Want heel veel jongeren, tenminste ik en onder andere ook, wij volgen voornamelijk Amerikaanse... Ja, de Amerikaanse-Aziatische community is daar best wel groot. Op YouTube tenminste. Dus ik ben wel heel erg dankbaar dat eindelijk ook voor Nederland zoiets is uitgekomen. Zodat andere culturen ook zeg maar, onze maatschappij kunnen begrijpen. Dus dat is wel heel tof. En daarnaast hebben wij denk ik ook elke episode zeg maar, ook meegevoeld bij elk stukje. En waarin herkende, wat voelde je? Wat herkende je? Voornamelijk ook in de eerste episode. Zeg maar, mijn eerste vriend was een Surinamer. Dus dat ging een beetje lastig. En daarnaast ook zeg maar, in de tweede episode zeg maar, met de stereotypering. Ik ben zelf, ja, zoals je kunt zien, ook Aziat. Dus dan soms zie je, zeg maar, maak je zulke dingen wel mee in de dating. Dat mensen je zeg maar, als een al iets beschouwen, terwijl je al meer bent. Dus ja, we voelen daar wel veel bij. Veel mee eigenlijk. Dus dankjewel daarvoor. Dankjewel. En kan je ondertussen dan de microfoon deze kant op wandelen? Want hiervoor was ook nog een vraag. En misschien kan jij dan gaan staan, want inderdaad... Ja. Nou, nog een vraag aan Piet, zolang je er bent. Denk je dat het... of hoe anders zou het zijn voor jou geweest als je wel hetero was, maar geen Chinese vrouw, dus niet het perfecte plaatje voor je ouders, maar op donker zou vallen of misschien op een andere Aziatische cultuur zou vallen? Sorry, als ik dus hetero was geweest en dan thuis kwam met een... Met wie? Met een... Oh, sorry, met zoals iemand zoals Nigel. Mij misschien. Oh, met Rogaya. Nou, of, alsjeblieft, neem mij. Nou, als Rogaya meegaat, dan natuurlijk superleuk. Of met een Japaner bijvoorbeeld. Ik bedoel, tussen Japanse en Chinezen zijn... Ja. En ik denk, ik ga het nu invullen voor mijn ouders, maar ik denk dat ze er ook wel moeite mee zullen hebben. Omdat zij natuurlijk... laten we zeggen, mijn broer, die een jaar ouder is dan ik, die heeft nu een witte vriendin, een superleuke vrouw. Maar de verwachting is natuurlijk dat hij eigenlijk als oudste zoon dan toch gewoon alles goed zou doen of zo. Op een manier. Dus zij dacht ook al van, oké, we accepteren het nu wel. Ze hebben echt al heel lang met elkaar. Dus ja, op een gegeven moment moet je het gewoon maar accepteren, denk ik. Maar ik denk als ik zou, ik probeer het in te vullen en denk dat ze... Nou, dan, ik weet het niet. Dan probeer ik het in te vullen. Dan ben ik ook ineens hetero. En dat ben ik natuurlijk nooit geweest. Dus nu ga ik, ik weet het niet. Nog een vraag? Achter hier. En zou je kunnen staan, zodat de rest je kan zien? Ik heb gisteren een waanzinnige voorstelling gezien, net als jouw documentaire, ook heel mooi over taal en over een Bosnische acteur die gaat trouwen met zijn Koreaanse vriendin hier in Nederland. Ze zijn allebei Nederlanders. Denk je niet dat taal ook heel belangrijk is in de acceptatie voor je ouders van jouw partner? Oh ja, zeker. Dat is ook wat we zagen natuurlijk in aflevering 1 van dat Yuki, dus wel de taal van de ouders van Lily en Edwin spraken, maar Nigel dus niet. Dus dat was ik denk dat het bij mij ouders ook echt een ding is inderdaad. Want ik denk wel eens dat we dan uit eten gaan met het gezin en dan zit Ilse, die zit er dan bij. Weet je wel, en wij gaan dan gewoon in onze eigen de taal van mijn ouders gaan we dan kletsen. En dan soms denk ik, we moeten even met Ilse praten, want die zit gewoon alleen te eten. Dus ik denk dat het wel echt een ding is. Ik denk dat het heel veel zou schelen als we met een partner zou thuiskomen die dan Mandarijn spreekt. Of misschien zelfs, dus Wintogwa, dus de taal van mijn ouders. Dat zou wel echt een... zou op het ijslijst van mijn ouders kunnen staan, denk ik, ja. En is er nog iemand die een vraag heeft voor Kelly of voor Kiriko? Julien, wil jij iets niet zeggen? Ik zag jouw hand, ja. Ik zag je hand wel hoor. Ik heb wel een vraag voor jou, Piet. Ja. Heb je wel het gevoel dat je door dit proces, door het boek te schrijven en de serie op te zetten, dat je nu meer trots bent op het Chinees zijn? Ja, veel meer. Ik denk op het eind van het boek al, zeg maar. Ik had zoveel verschillende Chinese Nederlanders gesproken, echt 45 voor het boek. Dat mijn eigen stereotypen die ik ooit ook had voor over de Chinese Nederlander, die werden natuurlijk gewoon allemaal opzij geveegd. Het waren
allemaal kunstenaars en politici en milieuactivisten. En ja, dat je denkt van, hè? Je had nooit nagedacht, omdat ik het nooit om me heen zie, dat de Chinese Nederlander ook die dingen kan zijn. Dus ja, natuurlijk heeft het mij best wel veranderd. En ja, ik denk dat de serie mij vooral heeft gebracht dat ik dus in zo'n therapiesessie tegenover Lia, die je ziet, dat ik toen op een gegeven moment hardop zei van, dat ik eigenlijk nooit verder heb nagedacht dan mijn coming out. Voor mij was mijn hele leven lang, oh ja, na mijn coming out is er niks meer of zo. Nee. En toen was ik ineens uit de kast en moest ik ineens opnieuw opbouwen wat ik wilde van een relatie bijvoorbeeld. Ja, dus ja, je hebt wel het gevoel van, oké, de zelfliefde die je nu voor jezelf hebt, gaat je waarschijnlijk ook in je datingleven dan wel verder helpen. Ja, omdat ik er nu natuurlijk bewuster van ben. Ik denk van, ja, vroeger dacht ik gewoon altijd na over wat mijn ouders wilden. Toen kwam ik voor mezelf uit de kast en toen kon het mij niks meer schelen, want mijn ouders wisten het toch niet. En toen wisten mijn ouders het ineens wel. Dus nu moet ik ineens nadenken over wie ik mee naar huis neem. En daarom ging ik dus weer een eisenlijstje aanmaken. Maar nu denk ik, ik moet toch weer nog een keer voor mezelf kiezen. Ja, mooi. Dankjewel. Ik denk dat we jij naar de taxi moeten wegsturen. En ik denk dat we dan gewoon een applaus moeten geven en verder moeten vragen aan de baan. Dus dankjewel, Piet Huur. Dankjewel, Willem Timmers. Dankjewel, Kelly van Binsbergen en Kiriko Mechanicus.